Maarse dorp. De brandweer zet het op zijn kop. Wat is er allemaal aan de hand? Gelukkig is er helemaal niks aan de hand. Het valt allemaal reuze mee. Er staan heel veel brandweerauto's. Maar we hebben wedstrijden eigenlijk voor de brandweer. Wat houden die wedstrijden in? Nou, voor ons houden wedstrijden in eigenlijk niks anders dan een normale oefening. Alleen nu worden ze beoordeeld door een jury. De ploegen krijgen de punten voor. En de beste ploeg, ja, die wint vanavond. Dat zullen we vanavond zien wie die gewonnen heeft. Welke ploegen doen er allemaal mee? Nou, er zijn 20 ploegen. We hebben 2 wedstrijdbanen, zoals wij het noemen. Dus 2 incidenten. En daar doen elk 10 ploegen bij mee. En eigenlijk alleen maar ploegen uit onze eigen provincie. Dus Amerongen, Maren heb ik gezien. Nieuwegein, Vinkeveen heb ik gezien. Dus 20 ploegen. En vertel eens wat over die incidenten. Wat zijn dat voor incidenten? Nou, de incidenten proberen zo realistisch na te bootsen. Dus eigenlijk niks anders wat je bij een melding ook kan krijgen. De ene incident is een brand in een gebouw. Een uitslaand op het dak en een slachtoffer binnen. Dus daar moeten de ploeg de brand blussen en het slachtoffer natuurlijk redden. Het andere incident lijkt wat heftiger. En dat is een auto tegen een gevel aan. En daar heeft de slachtoffer eigenlijk een hartaanval gekregen. En daardoor zijn mensen die binnen aan het werk waren geschrokken, is er brand ontstaan. En er is ook nog een slachtoffer. En dat zijn de 2 incidenten eigenlijk. Hoe gaat het tot nog toe? Nou, tot nu toe gaat het supergoed. We hebben niet alleen 2 wedstrijdbanen uitgezet voor de brandweer. Maar daarnaast hebben we eigenlijk nog meer gedaan. Op het plein, Harmonieplein, staat een tent waar mensen voorlichting kunnen krijgen. En we hebben onze nieuwe tankautospuit meegenomen. En daar kunnen mensen eigenlijk proef zitten, want we zoeken ook nog mensen voor ons mooie korps. Vertel eens wat over de korps voor jullie. Nou, we zijn 1 van de 72 posten in onze provincie. En we zoeken eigenlijk mensen op de dag. En wat houdt dat in? Ja, eigenlijk dat je gewoon brandweerman, brandweervrouw wordt naast je huidige werk. En dat betekent brandje blussen af en toe, een keer een ongeval. Nou, je komt in een hechtteam, je krijgt een goede opleiding, je oefent er goed voor. Dus ja, bang hoeven er zeker niet voor te zijn, wat ik vandaag wel veel hoor, dat mensen er bang voor zijn. Jullie hadden eerst een nieuwe kazerne, maar nu ook een nieuwe brandweerauto, dus het is eigenlijk top of the bill, die post. Nou, onze brandweerkazerne is alweer 12 jaar oud ondertussen, maar daar zijn we nog steeds heel blij mee, op een mooie plek. Maar onze brandweerauto, die gaat, het is geen geintje, die gaat 1 april voor ons voor het eerst in dienst. Dus gaan we er echt mee uitrukken. Dus heel lang mee geoefend. En vanaf maandag, aanstaande maandag 1 april, gaat ze echt uitrukken. Als iemand nou zit te kijken en die heeft belangstelling voor de brandweer Maarsen met name, waar kan die informatie vinden? Nou, het meest makkelijk is eigenlijk Facebook. Via Facebook doen wij heel veel, Instagram ook. En anders een mailtje naar brandweermaarsen@vru.nl. En dan komt hij ook aan. En anders, ja, de binnenweg, de deurbel doet het altijd bij ons.